Zo, dit is de Cartoon Express. We zijn in Zuid-Afrika. We zijn bij het Hoedspa Cheetah Project. En daar hebben ze ook een heleboel andere snoezige beesten. Moet je kijken, dit olifantje krijgt nu de fles. Hij krijgt elke 2 uur zo'n enorme fles met melk. En in die melk zitten dan speciale dingen, vitamines en zo, zodat hij helemaal sterk wordt. Nou, straks meer over het olifantje en over het Hoedspa Cheetah Project. Na de tekenfilm, dus tot zo. Aan lurken en de melk is op. En dan krijgt hij nou nog een beetje appel. Dit is Jabulani en dit is een olifantje. En dit olifantje is 10 maanden oud. En wij zijn nu in Zuid-Afrika bij het Hoedspa Cheetah Project. En daar hebben ze ook een heleboel andere beesten. De olifant vindt niet leuk dat het schaapje ook nog een beetje te eten wil. Dit is een olifant, die is gevonden vlakbij het Krugerpark. Hij zat met zijn poten vast in een modderpoel. En waarschijnlijk had hij daar al ongeveer een week vastgezeten. Had ontzettende diarree. En toen hebben ze hem er dus uitgehaald. Over de geschiedenis van deze olifant en wat er verder mee gaat gebeuren, vertellen we zo meer. Eerst laten we hem even rustig eten, toch? En zien we jou zo weer terug. Ik sta hier in Disneyland Parijs, waar vanmorgen 2 dubbelgangers van Mickey Mouse zijn gesignaleerd. Het is nog niet precies bekend waar de 2 zich bevinden, maar het is natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat... Oh. Spaar nu voor Mickey Mouse oren, handschoenen en een te gek Mickey masker bij McDonald's Happy Meal. Voor maar €5,95. Gek op Mac. Jordan Amigo maakt poetsen leuk. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and the thing called love. When I look into your big brown eyes, it's so very plain to see. Er werd niet over gepraat. Het gebeurde gewoon. Want ze wisten ook wel dat ze dood ging, maar ze sprak er niet over. Had ze het nou wel gedaan, dan hadden we een soort van scenario kunnen... Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik zou het dus moeten regelen. Ik ben niet eens verzekerd. Echt niet. Stom, hè? En dat terwijl u het, net als ruim 2 miljoen anderen deden, zo makkelijk bij Dela kunt regelen. Al vanaf een paar gulden per maand. U hoeft alleen maar te bellen. Gratis 0800 0113. Dan ontvangt u vrijblijvend dit duidelijke boekje over de Natura-uitvaartverzekering van Dela. Bel nu. Want hoe jonger u bent als u de verzekering sluit, hoe lager de premie. Bel 0800 0113. 3, 2, 1, ignition. We have liftoff.
This is incredible. Experience the new Space Shot now at Walibi Flevo. En? Wow. Jubble Bubble Joe! Haha, geen prikshampoo meer te zien. Bubble Joe Kids Shampoo maakt haren wassen fun. Het prikt niet en het klimt niet. Bubble Joe is super zacht en maakt je haar super sterk. Tot in de puntjes. Gedaan, Bubble Joe! Nu ook in bubblegum en abrikoos van Schwarzkopf. We zijn in Zuid-Afrika en het is zo bijzonder. Het lijkt iedere dag wel weer een beetje feest. Gaat goed met schaap. Schaap staat bijna op mijn voeten. Maar het gaat natuurlijk om dit dier. Dit olifantje is 10 maanden oud, heb ik net al verteld. Hij heet Jabulani. En dat betekent in het Zulu, de taal die ze hier spreken, betekent dat vrolijk zijn. Nou, hij gaat wel gewoon alle kanten op die hij zelf wil. Deze was gevonden in een modderpoel, dat had ik ook al verteld. Daar heeft hij ongeveer een week in vastgezeten. Had toen ontzettende diarree. Want hij had, omdat hij in de modder vast zat, had hij ook van de modder gegeten. Nou, dat kan natuurlijk niet goed zijn. Dus toen hebben ze hem eruit gehaald. En eigenlijk is het heel raar. Hij loopt wel lekker rond, hè, Emiel? Ik vasthouden. Hij is wel erg lief. Dan gaat er ook nog een schaap dadelijk aan je knie knabbelen, maar goed. Ze hebben hem er dus weggehaald. En het was dus heel raar dat hij in zijn eentje was. Want meestal blijven olifantenmoeders echt bij hun kleintje. Maar waarschijnlijk is die moeder dus dood gegaan. En is hij daarom achtergebleven. Nou, toen is hij dus hier naartoe gebracht. En hier krijgt hij 1 keer per 2 uur krijgt hij melk. En dat krijgt hij nog zeker 1 jaar lang. Want pas als hij 2 is, kan hij ander eten gaan krijgen. En waarom zit dat schaap nou in de buurt? Ze zetten hier vaak wilde dieren in een kooi samen met een tamdier, en dat is dus dat schaap. Want daardoor blijft de olifant ook rustig. Die olifant ziet dan dus dat schaapje ontzettend gewend is aan mensen. En daardoor blijft hij ook lekker stil. Nou, Jabulani is een Afrikaanse olifant. Waar zie je dat aan? Dat zie je bijvoorbeeld aan die enorm grote oren. En die heeft hij nodig om lekker koel te blijven, want het is hier wel warm. Maar hij staat nu even stil. En kun je heel mooi zien hoe ontzettend precies die met zijn slurf kan friemelen en frummelen. En je hebt gelezen in een boek dat er iets van 40.000 spiertjes in zo'n slurf zitten. En hij moet nu gewoon een beetje leren hoe je dan met zo'n slurf hoe je eten pakt. Dus er is constant iemand bij hem, dag en nacht, om hem voor te helpen met bladeren. Want deze boom is nog net iets te hoog voor hem. En kijk eens wat een leuke pootjes die heeft. Nou, je ziet dat hij een beetje vies is. Dat is niet omdat hij verwaarloosd wordt, maar dat vinden olifanten lekker. Die nemen heel vaak een stofbadje. Of ze gaan een beetje in de modder rollen. En als die modder dan opdroogt, dan blijven daar ook alle insecten en beestjes in zitten in hun huid. En het koelt natuurlijk lekker af. Nou, ik blijf hier lekker nog even bij de olifant zitten. Dus blijf jij ook maar lekker voor de televisie zitten en zien we elkaar zo weer terug.